De ondervoorzitter van de organisatie van bus- en boothouders in Suriname OBS, Iwan Woon, zegt dat de organisatie niet in staking is. De redactie verneemt dat enkele chauffeurs die de lijndiensten voor het Nationaal Vervoersbedrijf NVB onderhouden, op sommige dagen het werk neerleggen. Volgens Woon is een kleine groep van bushouders die zich voordoet als actiegroep de vorige maand begonnen met acties. Woon zegt dat alle werkzaamheden normaal moeten plaatsvinden. Een groep werpt zich op als dat zijn een actiegroep. Ja, ik weet niet. Ik kan niet voor ze praten. Ik weet niet. Wij staan niet achter zaken die ze doen. Het zijn mensen dus die er pas bij zijn. Ze weten niets van de OBS af. Ik weet niet wat ik hier moet zeggen over die groep. Hoor. Maar wij zijn normaal. Wij zijn normaal in onderhandeling met NVB en wij zijn op level met het NVB, laat me dat zo zeggen. Woon zegt verder dat de achterstallige betalingen waarover er eerder ontevredenheid heerste, in orde zijn gemaakt. Bondsleden hebben op dit moment dan ook geen reden om in actie te gaan. Eergisteren is er betaald geworden. Nou, begin van de week, dat was vandaag is. Vrijdag, hè? Dinsdag is de betaling. Het NGP, de directeur, heeft me gebeld van meneer Woon. De achterstand over oktober en november wordt vandaag gestopt. Dus dat was dinsdag. En dat is ook gebeurd. Woon zegt dat de OBS afstand doet van de kleine groep chauffeurs die zich voordoet als een actiegroep en verduidelijkt dat de OBS zich niet zal bemoeien met zaken aangaande dit collectief. Naar zeggen van Woon beroept deze groep zich erop dat de organisatie niet voor hun belangen opkomt. Het zal gaan om chauffeurs die het beroep pas uitoefenen.